Lange tijd ging justitie ervan uit dat de verdachte zijn vrouw ook van de trap had geduwd. Maar die aanklacht kwam vandaag te vervallen. Wel denkt justitie nog steeds dat de verdachte geweld heeft gebruikt. Het scenario dat er geweld door een persoon is uitgeoefend op het hoofd van Judith is aannemelijker dan dat het hoofdletsel enkel is ontstaan door een val van de trap. Dat blijkt dan uit de hoofdwonden van het slachtoffer. Probleem is alleen dat er nooit een moordwapen is gevonden. Voor de advocaat van de verdachte maakte dat het verhaal van zijn cliënt, dat het een ongeluk was, alleen maar geloofwaardiger. Maar goed, dat doet niks af aan natuurlijk de eerste bevindingen vanuit onze kant. Van dat hij het nooit heeft gedaan. En het moordwapen is ook niet gevonden en kan ook niet worden gevonden in deze zaak. Wat justitie nog altijd opvallend vindt, is dat de verdachte zo onderkoeld reageerde nadat hij zijn vrouw had gevonden. De 112-melding is al opvallend. De meldkamer zegt, we gaan ook even een traumaheli naar u toesturen. Waarop verdachte antwoordt, nou een heli hoeft nou ook weer niet. En dan zegt de meldkamer, alle hulp is onderweg, niet schrikken. Er komt politie en er komt een traumaheli. Ja, zegt verdachte, daar was ik al bang voor. Sowieso klinkt verdachte erg kalm en rustig aan de telefoon. Zelf zegt hij daarover ter terechtzitting dat hij in totale paniek was en dan zo klinkt. Dit klinkt ons niet erg aannemelijk in de oren. Justitie vindt ook een deel van de verklaringen van de verdachte ongeloofwaardig en concludeert daarom dat hij liegt. De advocaat vindt dat justitie een sfeer schetst rond zijn cliënt, maar dat heeft geen juridische waarde. En wat hem betreft is er geen echt bewijs. Onderaan de streep, als je de balans opmaakt, dan is er in deze zaak te weinig bewijs. Alhoewel hij natuurlijk nog onder de rechter ligt om tot een veroordeling te komen. Of de rechtbank het daarmee eens is, horen we op 12 december.